Frans Maassen, morgen Luik, Bastenaken, Luik. Je hebt een sterke ploeg bij je met Geesink, Frère en Menchoff. Wat verwacht je? Kijk, het wordt natuurlijk warm weer. Het wordt een mooie koers. Afwachten welke tactiek dat de andere ploegen de koersen gaan. We hebben erover nagedacht en we hebben wel een idee hoe wij het moeten gaan doen. En ik denk wel dat we een belangrijke rol kunnen spelen. Is er wat in te brengen tegen Gilbert, Evans en Andy Slek? Die drie staan er wel bovenuit. Die steken er bovenuit. En normaal als Robert echt top is, dan moet hij die man een partij kunnen geven. En het is afwachten. Hij heeft het in de Waalse pijl niet kunnen brengen wat hij ervan gehoopt had. We zijn een paar dagen verder en we moeten gewoon afwachten. We hebben ook niet veel keus. Maar met die drie mannen daar kan eigenlijk bijna niemand tegenop. Is hij fit, Robert? Hij is fit, maar je moet top zijn om echt bij de beste mannen mee te kunnen. En er starten mooie 200 renners. En misschien kan hij niet met de drie beste mee. Maar het is te zien, het is niet gezegd dat de drie beste weg gaan rijden. Het kan ook anders gaan in de koers natuurlijk. Menchoff staat op de startlijst. Toch een kleine verrassing. De eerste klassieker van het jaar. Kunnen we daar wat van verwachten? Ja, hij zelf voelt zich goed. En hij denkt zelf dat hij in de finale wel kan geraken. En het is natuurlijk voor hem en voor ons als ploeg moeilijk om met vier topmannen of zo gezegd vier jongens zeg maar goed af te leveren bij de La Redoute of de Roche of Vercon in de finale. Dus je moet wel keuzes maken. Maar Dennis zegt niet, hij denkt dat hij... Hij gaat moeite hebben om de La Redoute te overleven, want met het wringen en alles. Ik verwacht wel dat daar een grote groep gaat aankomen. En daar gaat hij wel een probleem krijgen, maar als hij dat goed kan overleven, daarna, en het ligt eraan hoe ze daar gaan koersen, dan kan hij zeker in de finale komen. In de media wordt toch een beetje gezegd dat Rabobank niet een al te best voorjaar heeft gereden. Stoort dat jullie? Ja, dat stoort ons zeker. Gedeeltelijk is dat natuurlijk ook zo. We zijn super begonnen met het winnen van Milaanse Remo. Maar ja, natuurlijk is het altijd een doel om een van die grote klassiekers, van die vijf grote, te winnen. En dat hebben we gelijk de eerste keer, lukte dat. Dus toen waren de verwachtingen ook bij onszelf heel erg hoog om daar nog eentje bij te plakken. En het kan nog steeds natuurlijk, maar we moeten wel realistisch zijn dat we na Milaanse Remo meer hadden verwacht en ook meer hadden moeten brengen. Dat is zeker zo, je mag best kritisch over zijn. Wanneer ben je tevreden, morgenavond? Nou, als de ploeg weer zo'n prestatie neerzet als in de Waalse pijl, als ploeg zijnde. Maar we moeten gewoon één speerpunt hebben, want die bepaalt of jouw ploeg goed heeft gereden uiteindelijk. En daar heb je gewoon een goed resultaat van je kopman bij nodig. En dat hopen we dat Geesink of misschien Freer of Dennis een korte uitslag kan neerzetten.